is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Het meeste geweld wat tegenwoordig gebruikt wordt. Ik ben nergens bang voor. Weet ik niet. Zijn er geen dingen waarvan je schrikt? Jawel, als je bij je binnenkomt ineens. Waar? Nou ja, aan de deur en met de smoesie en dan ze dan zo naar binnen gaan. Brand. Ik ben erg bang voor iedereen, voor jou ook. Om overvallen te worden. Bang? Ik ben niet zo gauw bang eigenlijk. Zijn er geen dingen waar je van schrikt? Ja, als er onverwachts iets voor me gebeurt misschien. Dat iemand valt of iets anders. Maar normaal gesproken, nee hoor. Dat er vreemde mensen om afkomen. Ja. Ik ben nergens bang voor. Van dingen van Halloween. Dus... Nee, maar naast de Halloween? Naast de Halloween? Ja. Over het algemeen dus? Over het algemeen? Nou, ook niet zo, nee. Nou, ik heb hoogtevrees. De criminaliteit op straat 's avonds. Ziet u dat vaak? Nee, ik zie het niet. Want ik kom weinig buiten 's avonds. Maar dat is een angst die er is. Ja. En waarom is dat zo? Door de berichten die je van de omgeving hoort. Niet alleen Schiedam, maar gewoon heel Nederland. Maar persoonlijk merkt u daar niks van? Of uw vrienden of familie ook niet? Nee, nee, want ik hou het rondje met de hond zo kort mogelijk. En ja, meestal rond 9 uur. Na 9 ben ik niet meer buiten. Is het dan wel waar als het alleen maar op tv zit? Denkt u? Nou, dat denk ik wel. Dat de mentaliteit van de mensen wel heel erg veranderd is. Ja, want hoe was het vroeger dan eigenlijk? Toen leefden de mensen meer met elkaar en nu leeft iedereen op zichzelf. Wat voor tijd vind je dat tegenwoordig? Je durft toch niet meer open te doen? En waarom, Bram? Omdat ik dat vorig jaar gehad heb door iemand anders ertoe doen. En was het echt eng? Ja. Waren er overleden nog? Foto's? Nee, dat niet. Maar... Als je op straat loopt, misschien 's nachts? We lopen nooit op straat 's nachts, joh. Houd toch op. Stel je voor, je liep op straat? Dat is voorbij. Dan zou ik nog niet bang zijn. Nee. Nee. Dus je voelt zich helemaal veilig wat dat betreft? Nou, veilig. Ik zou niet bang zijn of dat dan ja, echt veilig. Maar ik zou wel opletten. Dat wel. Als iemand bijvoorbeeld een hartaanval krijgt, weet je wat? Terwijl je gewoon niet op straat loopt. Gewoon van die normale dingen? Ja, maar geen gekke dingen verder. Van ons dus? Juist. Van de journalisten? Hè? Van de journalisten, daar schrik je van? Ja. Nou, niet dat, maar... Als vreemde mensen op me afkomen. Okay. Zijn er geen dingen waar u van denkt, hier zou ik echt dood van schrikken? Dood van schrikken? Ja. Nee, nee, is ook nog nooit gebeurd, hè? Maar als je op de Euromast zou staan naar beneden kijken, dan wel? Dan, dat heb ik gedaan en dan, dan ga ik met mijn rug tegen de muur aan. Zo heb ik daar last van dan. Dat is gewoon naai, vind ik. En wat merkt, er gebeurt op het moment in de wereld. Merkt u vaak geweld in het dagelijks leven? Ik zelf niet, gelukkig. Nee. Maar als je bijvoorbeeld naar tv kijkt, dan wel? Ja, je leest alleen maar rottigheid tegenwoordig in de krant. Denkt u dat het erger is dan vroeger? Ja, veel erger. En waar merkt u dat vooral? Veel overvallen, huisgeweld. Ja, je leest overal. Dit soort dingen gebeurden niet toen u jonger was? Misschien wel, maar alleen minder, hoe moet ik dat zeggen? Er wordt nu meer gebruik van gemaakt, vind ik, via de media. Zijn er geen dingen waar u van schrikt in het leven? Van mijn girorekening. Als de huur weer afgeschreven wordt en al die dingen meer, maar verder is voor de rest, nee, ja... Er is dus wel wat. Ja, er is wel. Tuurlijk is er wel wat. Ieder mensenleven heeft bepaalde dingen waarvan je bang voor bent. Maar om nou te zeggen van daar ben ik bang voor en dat doe ik niet. Nee, ik ben ook niet bang om 's avonds laat op straat te gaan. Gaan jullie ook Halloween vieren, dames? Nee joh, wel nee. Niks. Waarom niet? Nou, dat is niet meer van onze tijd, Halloween. Nee, maar daar hebben we niks mee. Tenminste, nee. Ik heb er niks mee, jij niet. Nee. Dus nee. We hebben er niks mee. Nee. Kinderen, kleinkinderen misschien? Ja, dat zal wel, maar ik weet niet of ze het vieren, weet ik niet. Nee. Kinderen niet, voor zover ik weet. Nee, kinderen niet en ik denk de kleinkinderen ook niet. Met mijn kleinzoon en mijn zoon en mijn schoondochter. En op wat voor manier?
Dat weet ik nog niet. Dat is een verrassing. Dat hoor ik nog. Okay. Dus ik ben benieuwd. Van mij ook. Nee. Want ik vind het een waardeloos feest. Eigenlijk. Ik vind het... ik weet niet. Het lijkt me niet leuk voor kinderen. Om zo met die ellende allemaal... en die kinderen angst aanjagen. Dat vind ik eigenlijk niks. Dus ik vind Sinterklaas wel leuker. Nee. Zeg, door die gekkigheid doe ik niet al mee. Dat is voor kinderen en voor moeders die niks anders te doen hebben.